We hebben 200 euro promotiebudget. Laten we gaan zitten en een actieplan maken. Gaan we doen. Zou het een boost willen geven? Tuurlijk, dat is deze tijd. Hey, wij zijn Thomas en Thomas en je kan ons kennen van onze YouTube-kanalen Gewoon Thomas en Kortom. Als content creator ben je altijd bezig met het beste uit je social-kanalen te halen. De KVK daagt ons daarom uit met onze kennis ondernemers te helpen. Elke week gaan wij met elkaar de strijd aan om met 200 euro promotiebudget te zien wie hier het beste in slaagt. Oh, en we mogen onze eigen achterban niet inschakelen. In de allereerste aflevering zijn wij beide gekoppeld aan een bloemist. En ik ben heel benieuwd, heb jij wel eens iemand een bloemetje gegeven? Vast wel ooit, maar de laatste die ik een bloemetje gaf was ikzelf. Omdat? Ik had mijn scriptie gehaald. Ja, dit is wel een bloemetje waard. Nou, heel veel succes. Vandaag help ik Ineke en Annika die samen een lifestyle en bloemenwinkel runnen in winkelcentrum De Goois Purmerend. Goeiedag. Hoi. Hi. Hoi, Thomas. Ineke. Hey, Thomas. Hoi, wat leuk dat ik jullie mag komen helpen. Jullie hebben echt een moeder-dochterbedrijf, al 3 jaar lang. Ja. Maar als ik het goed begrepen heb, is het al veel langer geleden begonnen. Vertel. Nou, mijn ouders hadden een bloemenwinkel. Ik heb daar ook foto's hangen. En mijn opa en oma. Dus zo lang zit ik al in de bloemen. Ik ben er gewoon in opgegroeid. Gewoon je hele leven. Je bent erin geboren. Juist, eigenlijk wel. En ik heb gehoord dat jij een beetje de promotietijger bent hier. Ja, ik doe mijn best. Maar ik kan wel nog wat hulp gebruiken. Nou, nu weet ik toevallig veel van social media apps, dus ik even je dochter mag lenen. Heel graag. Oké, gaan wij er even samen naar kijken. Gaan we er mooi van maken. Top. Ja. Ik heb net binnen voor het eerst een kijkje mogen nemen bij Ina Flora. De winkel ziet er echt fantastisch uit. Het is meer dan zomaar een bloemenwinkel, maar ook echt een lifestyle winkel met leuke kaarsen, leuke stationary items. Overal eerste indruk is dus erg positief. Ik denk zeker dat we hiermee aan de slag kunnen en hier een mooi aantal nieuwe volgers bij kunnen krijgen. Nou Annika, ik heb mijn laptop meegenomen. Laten we even kijken wat jullie nu allemaal online doen. Ik ben heel benieuwd. Vertel, je Instagram. Ja, ik probeer onze klanten eigenlijk vooral een beeld te geven van de winkel. Ja. En daarbij zet ik veel boeketten erop, veel planten, accessoires. Dat is vooral wat er in de winkel zit. Ja. Eén ding wat mij gelijk opvalt, is dat mijn oog eerder naar deze toe gaat vanwege het logo. Ja, ik deel op Instagram niet zo heel erg veel, om eerlijk te zijn. Facebook daarentegen wel wat meer. Oh, dit zijn wel hele mooie foto's. Dankjewel. En recentelijk nog geplaatst. Ja. Goede reacties, aanbevolen door 4 personen. Ik heb een beeld van hoe het er nu voor staat. We hebben 200 euro promotiebudget. Laten we gaan zitten en een actieplan maken. Gaan we doen. Vandaag ga ik op bezoek bij Lilian. Ze runt al 18 jaar haar eigen bloemenwinkel. En volgens mij is het bij deze super vette bus. Hallo! Hey Thomas! Hoi, ben jij Lilian? Jazeker! Nou hoi! Hi. Ik ben Thomas! Hey, hoor. Leuk je te ontmoeten! Wat een super mooie winkel heb je! Dankjewel! Ik was al een beetje aan het rondkijken. Ja. Ik was al helemaal fan van de bus die buiten staat. Ja, ja. Hoe lang zit je hier nu? 18 jaar! 18 jaar? Ja! Ik ben wel heel benieuwd hoe je dit nou online doet. Ja, niet zo heel goed denk ik. We hebben alleen een websiteje. Ik heb een Instagram accountje. Doe ik af en toe even een foto. Dus jullie hebben social media? Ik heb wel social media, maar we zijn er niet echt heel erg... Nee, jullie zijn goed in. Wij zijn gewoon druk bezig met de winkel, klanten helpen. Je zou het een boost willen geven. Tuurlijk, dat is deze tijd. Daar ben ik hier voor. Nou, wat heerlijk. Ja, ik zou je heel graag willen gaan helpen met jullie social media. Dan gaan we gelijk aan de slag. Goed zaal. Kom. Ja. Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Wil je mij jouw Instagram pagina laten zien? Ja, dat wil ik wel. Ja, ik zie heel veel foto's. Je hebt wel veel posts. Je hebt in ieder geval 69 berichten. Dus je bent wel een tijdje bezig met je Instagram pagina. Ja, ik denk dat ik hem wel een jaartje of 3 heb of zo. Ik vind de foto's die je maakt ook heel erg mooi. Oh, echt? Ja, ik vind toffe foto's. Maar wat mij wel opvalt, als ik nu zo naar de pagina kijk. Je hebt geen bedrijfspagina, denk ik. Dit is een persoonlijk Instagram account. Oh, okay. Maar je kan ook een bedrijfsaccount maken. Okay. En wat handig daaraan is, is dat je kunt ook een mail hier toevoegen. Dus dan krijg je nog meer contact met je klanten. En je bent veel makkelijker te bereiken. Bereikbaar, Dus dat is misschien wel interessant om te gaan doen. Oké, dat wist ik niet. Ik zie eigenlijk Instagram hoeken als ik hier ben. Ja. Maar dat zie ik niet terug op je Instagram-account. Maar dat krijg ik niet voor elkaar. Nee, maar daar ben ik dus voor. Ja. Mijn idee is om het Instagram-account van Rosa aan te gaan pakken. Als ik in de winkel ben, dan zie ik duidelijk een bepaalde stijl qua kleuren. Dit gaan we online doorzetten. Lilian is echt een hele spontane en hele grappige vrouw. Ik voel echt al een klik. Ik zie heel veel mogelijkheden en nieuwe kansen voor haar Instagram-account. Dus ik denk dat ik Thomas flink ga inmaken deze aflevering. Ik wil graag een ludieke actie starten waarbij we een jaarabonnement voor 1 bos bloemen per maand gaan weggeven aan iemand.
Het plan dat wij bedacht hebben is dat we met een bos bloemen op straat gaan staan, zodat mensen een foto van deze bos bloemen kunnen delen op hun social media. Hiermee maken ze kans op een jaar lang gratis bloemen. Nou Annika, een fantastisch mooi boeket. Zeker ook Instagram waardig. Daarmee ga ik het centrum in. Succes. Dankjewel. Nou, wie verdient er een jaar lang elke maand een mooi boeket thuis? Daar gaan we achter komen in het centrum van Purmerend. Qua structuur voor de Instagram-pagina lijkt het mij heel leuk om verschillende kleuren te gebruiken. Mm-hmm. En een van deze kleuren lijkt me een goed idee om hiermee te beginnen, deze witte muur. Ja. En je zal nu nog misschien denken dat het een beetje suf zo was. Ja. Maar daar gaan we natuurlijk wat mee doen. We kunnen natuurlijk hier op de foto zetten alle spullen die je hier eigenlijk verkoopt, plus de bloemen. Maar wat natuurlijk ook zou kunnen is om iets met de klanten te doen. En dat lijkt mij dus eigenlijk heel erg leuk. Omdat je dan eigenlijk ook het verhaal van de klant kan vertellen. Zullen we dat gaan doen? Klinkt goed. Dan gaan we aan de slag. Ja. Ik wil je eigenlijk een klein beetje structuur geven voor de Instagram-pagina. Dus we hebben nu de witte muur. Ja. Maar het lijkt me leuk om ook wat kleur erin te brengen, omdat je hier heel veel kleur al hebt. Mm-hmm. Dus ik zit nu bij deze kleur. En ik heb hier wat spullen klaar zijn, dus ik dacht, laten we even wat leuks gaan maken hier. Ja. En dan maken we vanaf hier de foto zo meteen. Ja. Wij zijn heel druk bezig met foto's maken. Laten we eens even gaan kijken hoe het gaat met mijn concurrent Kortom. Ik ben aangekomen in het bruisende centrum van Purmerend. Het bruisende deeltje hier moet ik nog gaan zoeken, maar dat gaan we vast wel vinden in het winkelcentrum. We gaan mensen zoeken die mee willen doen aan deze actie. Laten we snel het winkelcentrum ingaan. Dame en heer, mag ik jullie iets vragen? Wie zouden jullie een jaar lang gratis bloemen gunnen? Ja, mijn moeder natuurlijk. Je moeder? Het is natuurlijk heel lief. Het zorgt natuurlijk heel goed voor me. Dus, Doe je mee? Ja, waarom niet? Ja, oké, let's go. Trouwens, als je meer informatie wil over promotie, bekijk dan straks ook zeker de website van Kamer van Koophandel nog even. Een jaar lang elke maand gratis zo'n bos bloemen. Mijn moeder, iedere dag na de werk, ze voor mijn oma gaan zorgen. Wat lief van haar. Ja. Vraag me af, lukt dat wel met uw nagels? Ja hoor, het lukt hartstikke goed. Ik kan er alles mee. Als hij ruzie heeft, komen ze denk ik ook goed van pas hoor. Nee, ik heb geen ruzie. Ik ben een vredend lief. Kijk naar me. Ik weet wel iemand. Nou, wie? Opa. Ja, opa. Opa verdient bloemen. Ja, dus. Ja. Hij doet heel veel. Mijn fiets moest laatst verhuisd worden naar Delft, omdat ik verhuisd ben. En dan wil hij die voor mij brengen, omdat ik dat zelf niet kan. Wat schattig. Hij staat altijd voor me klaar. En hij is gek op zijn tuin, dus ook gek op bloemen. Ja. En de vlinders die daarbij horen. Nou, de actie zit erop hier in het centrum. We gaan nu terug naar de winkel, terug naar Ina Flora, om te kijken met Annika hoe we het verder aan gaan pakken. Laten we nog 3 foto's maken bij een ander kleurmuur, vooral gericht op de bloemen. Ja. Samen met Lilian heb ik net meerdere foto's gemaakt. We hebben foto's gemaakt van de bloemen met een bepaalde kleurmuur. We hebben foto's gemaakt van klanten met een witte muur. En we hebben foto's gemaakt van accessoires. Nu gaan we die zo meteen allemaal samenstellen en kijken hoe het als geheel eruit ziet. We zijn klaar met de foto's. Mm-hmm. We hebben er een aantal gemaakt. Yes. Nou, ik heb een klein opzetje voor je gemaakt. Dat ziet er dus als volgt uit. Leuk zeg! Zo heb je eigenlijk alle 3 de categorieën van je winkel, heel plus duidelijk de kleuren die je hier ziet, ja, terug gaat te komen, ja, op je Instagram kanaal. Dat zou wel mooi zijn als je in ieder geval elke week een foto kan posten. Om ja, ja, het een beetje actueel te, ja, houden. Want als je het een paar maanden stil laat, dan gaan vergeten de volgers ook weer weg. We hebben €200 promotiebudget, dus ik zat te denken, misschien is het een goed idee om één van deze foto's uit te gaan kiezen en hier het budget op in te zetten. En dus zal deze foto ook bij verschillende tijdlijnen van mensen die jou niet volgen, ja, de foto gepromoot worden. Dus dan komt die langs en, ja, zouden zij dus kunnen volgen. Oké. Okay. Laten we naar Instagram gaan. Goed zo. En de foto online gaan zetten. De promotie staat nu online. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Ik ga jou nu verder aan het werk zetten. Ja? Ik ga je over een weekje bellen om te vragen hoe het is gegaan. Mm-hmm. Ja, ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het heel leuk om je te helpen. Ja. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Yes. Heel veel succes. Dank je wel. En tot snel. Yes. Doei. Doei doei.
Nou Annika, we zijn de straat op geweest. Oké. Okay. Aardig wat mensen op de foto gekregen. En we hopen nu natuurlijk op die kettingreactie van mensen die hier ook nog in de winkel met het boeket op de foto gaan. En dan zou ik graag nog één ding doen hier in de winkel. En dat is even een mooi plekje maken waar we deze bosbloemen neer kunnen zetten. Nou Annika, tot slot. We hebben net nog even een Instagram post gemaakt, zodat ook al jouw volgers ervan af weten op Facebook en Instagram. Ja. En nu zou ik je eigenlijk graag over een week willen bellen om te kijken hoe het ervoor staat en hoeveel mensen je pagina's hebben geliked. Vind je dat goed? Ja, tuurlijk. Ik ben benieuwd. Nou, super, ik ben ook benieuwd. Ik wens je heel veel succes met de actie. Dankjewel. En dan spreek ik elkaar over een week. Joep. Super. Doeg. Zo, dat was de allereerste uitdaging. Ja. Hoe vond je het gaan? Ik vond het goed gaan. Het lijkt me sterk dat het bij jou beter ging eigenlijk. Bij mij ging het sowieso beter. Ik geloof er helemaal in. Ik heb Rosa's bloem echt naar een nog hoger niveau gebracht in de social media wereld. Nou, kijk, jij kan wel zeggen van ik heb gewonnen, maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de kijkers thuis wie er echt heeft gewonnen. En daarom hebben wij allebei 15 seconden om toe te lichten waarom wij winnaars zijn. Nou, ik zou zeggen begin maar. Begin jij anders? Nee joh, laten we het beste natuurlijk voor het laatst bewaren. Vooruit. Ik win toch wel. De reden waarom ik moet winnen is omdat ik 1080 views plus en 17 shares heb gerealiseerd op de video. Dat zijn ontzettend veel mensen die nu op zichzelf een positieve associatie hebben met Ina Flora. Ook mond-op-mond reclame gaan doen. En als allerlaatste wil ik even vertellen dat we het imago van de winkel natuurlijk enorm hebben verbeterd. Door een mooie stijl te creëren voor Rosa bloemendecoratie Instagram pagina is het ons gelukt om 6 nieuwe volgers binnen te krijgen. En dat is natuurlijk niet heel erg veel, maar daar tegenover staat natuurlijk wel een gesponsorde post. En dit heeft ervoor gezorgd dat ik 400 likes heb gekregen. En daarnaast ook nog eens 33.000 mensen heb bereikt, waarvan 99% nieuwe mensen. Jullie mogen natuurlijk gaan kiezen wie er heeft gewonnen, heeft Kortom gewonnen of heb ik gewonnen. Jullie kunnen hierboven eventjes in de poll stemmen. Nou, dat was hem. Ben jij nou ondernemer en wil jij zelf ook weten wat jij online nog kan verbeteren? Ga dan naar kvk.nl en dan zien we jullie gewoon volgende week weer. Doei!